Meten is weten. Mijn naam is Taco Blokhuis en ik ben traumachirurg. Als traumachirurg behandel ik letsels, waarvan botbreuken ofwel fracturen het grootste deel vormen. De revalidatie van fracturen loopt slecht. Doordat we niet kunnen meten wat we doen, kunnen we het verloop van de revalidatie ook niet beoordelen, laat staan verbeteren. Het gevolg hiervan is onnodig gebruik van de gezondheidszorg, onnodige kosten, onnodige inzet van personeel en onzekerheid voor de patiënt, die ook niet weet waar hij of zij aan toe is. Een duidelijk voorbeeld hiervan zien we bij ouderen met heupfracturen, waarvan 2/3 na een heupfractuur niet terug kan naar huis of langere tijd wordt opgenomen voor revalidatie. Doordat we niet kunnen meten wat er gebeurt, kan de revalidatie ook niet verbeterd worden. Kortom, we doen maar wat. Ik heb de oplossing, de SensiStep. In deze sandaal zit een sensor, waarmee we nauwkeurig bij iedere stap de belasting kunnen meten. Die gegevens worden naar deze polsband gestuurd en de patiënt kan direct zien of hij of zij het goed doet. De zorgverlener heeft een app waar de gegevens ook naartoe gestuurd worden. En na analyse kan die direct zien hoe de revalidatie bij de patiënt kan worden verbeterd. Van een goed werkend prototype naar brede implementatie in de zorg. Dan kunnen wij de revalidatie sterk verbeteren en de patiënt vooruit helpen. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij de ondersteuning van de Eureka Mega Challenge hard nodig. Want meten is weten.